Mijn werk als directeur was nooit gestopt. Dit zegt Rabin Permisser, algemeen directeur van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, gisteren naar aanleiding van het terugdraaien van zijn schorsing door de president. Na de AVA op het kabinet van de vicepresident zei Permisser dat het geen zin heeft om terug te kijken naar wat er is voorgevallen. Volgens hem moeten we nu vooruitkijken, want het werk gaat door. Allemaal Surinamers, hebben elkaar nooit gekeken langs politieke lijnen. In de vergaderingen en noem maar op. Laten we dat goed vaststellen. Ja? En in het bedrijf, ik kom uit een politiek hoek, ja. Maar in het bedrijf kan niemand me betrappen met een NDP-agenda of NDP'ers voortrekken en noem maar op. Dit bedrijf reflecteert Suriname. En daar moeten we met elkaar in omgaan. We moeten die rolverschillen die we hebben in het leven ook goed en dan daarvan doordrongen zijn. En ik was al doordrongen van dat ik afstap van het parlement. Het partijpolitiek gebeuren, dat doe je niet altijd ook in het parlement. Maar dat als EBS, nationaal voor iedereen, nee, dat doe je niet. Dat was ook in de academische ziekenhuis. In het derde of vierde jaar toen ik daar bezig was, werd ik gevraagd om op de lijst van een politieke partij te komen. Ik had mijn politieke voorkeur, maar niemand kon me zeggen bij welke politieke partij ik thuis ben. En die Rusland is wederom benoemd als president-commissaris van de RVC van de NVEBS, nadat de hele RVC-raad was bedankt door de president. Hij vindt het belangrijk dat de Rus zo snel mogelijk terugkeert bij het bedrijf. Rusland vraagt daarom ruimte om zijn functie naar behoren te kunnen uitvoeren. We hebben morgen de eerste evaluatie. We hebben een zwaar traject voor de boeg. We gaan ook afstemming plegen met de directie. We gaan verschillende presentaties krijgen de komende week. En op basis daarvan zullen wij natuurlijk de besluiten nemen. Maar ik zie niet in waarom wij een andere weg zouden moeten volgen. Omdat het beleid van onze elektriciteitsbedrijf wordt ingegeven vanuit de beleidsuitgangspunten van de regering. Die zijn duidelijk. Hoe de uitvoering binnen de bedrijfsvoering plaatsvindt, daar kunnen we altijd aan gaan sleutelen. Dus kortom, vanuit de uitgangspunten beleidsmatig, daar hoeven er geen veranderingen op te treden. We zouden mogelijk wel wat veranderingen in de uitvoering kunnen aanbrengen, dat kan altijd. En die Rusland, president-commissaris van de RVC van de NVEBS. Hij sprak gisteren met de pers na zijn aanstelling in deze functie. Intussen heeft het kabinet van de president bekendgemaakt dat alle leden van de vorige raad van commissarissen zijn bedankt. Dit in tegenstelling tot het eerdere bericht waarin was aangegeven dat twee leden terug zouden keren.